We zijn vandaag bij een kasteel. Het is heel vroeg in de ochtend. We gaan even kijken of we al eventjes binnen kunnen komen. Ik denk dat ik al iets heb gezien. Dat is mooi. Komend weekend gaan we op kasteelentrip. Dit is eventjes een warmmakertje. Hier, kijk. Staat los, man. Alright. Ja. Nou, oké, dan zijn we binnen. Zo, het is licht genoeg. We gaan nou eens eventjes rondlopen. Spulletjes hebben we even gedropt hier. Waar gaan we naartoe? Huh? Oeps. Nee. Zeker wel. Zeker wel. Zet erop? Ja, ja. Daar, lampje weer aan. Ja, stel alarm. Oké, okay, goed begin. Deze is echt mooi. Is echt vet, ja. Oh, de spulletjes liggen er nog mooi hier. Dat is ook cool. Moet even de ruit in de gaten houden gewoon, man. Die zitten wel safe, denk ik. Cool, man, die boeken. Ja, dat is k man, van die Sansa. Ja, hier hoort stroom. Ja, ze hebben onderzoek uit. Slaapkamer op te beganen. Ja. Dat zie ik niet altijd. Even tegenover, ik weet niet of dat actief is of zo. Nee, volgens mij niet. Nee. Wat? Deze ook, jongen. Oh nee, echt. Gaat de kans vandaag? Ja. Ja, maar zou het nog gelinkt zijn? Waarschijnlijk. Ik zit de eigenaar ergens nu aan het paasdiner. Godverdomme, laat maar zitten. Mooi servies. Misschien wel Dallas Blauw hier, hè? Ja, dat ziet er goed uit, ja. Gebroken hier. Ja? Dat valt bijna allemaal. Waar is het gemaakt? Onze kennis. Ja, even mee laten kijken. Nee, staat er niks op? Dat is het fake waarschijnlijk. Ja. Nee. Ja, deze is echt heel mooi. Maf. Beetje modern, maar toch wel cool. Ja. Ja, ik hoor de hele tijd auto's, man. Ja, het is gewoon achter die weg. Soms zijn we nu al 100 keer getriggerd. Ja? Het is leuk voor het beeld, als die eigenaar komt. Dit is echt mooi, hoor. Kijk je? Italië, regio's. Ah ja, dat zijn oude mappen. Super mooi. Europa. Mooie goede mooi getekend. Ja, dat is echt mooi. Dat je de waar die kaft en zo is, echt helemaal naar de misschien wel. Jezus. De landkaart is echt vet. Ik heb je al wel doorzocht is op de dingen die valuable is. Tuurlijk. Het is Pasen vandaag. Oh, komt Frederik weer aanzetten. Een mooi paaseitje. Een paasei. Grappig. Een paasei, hoor. Echt? Ja, dat is redelijk nieuw, gesloten. Oh, dat ziet er niet echt slecht uit, hè? Zeker niet. Godverdomme. We zijn niet zo heel lang verlaten. Man. Heerlijk blikje zalm, tonijn, anchovies. Ja, maar ja, kijk dat ontwerp, hè, dat kan toch goeie echt. 95. Oeh. Dat is natuurlijk. Iets te laat. Alright, volle drankflessen. Voilà. Ja, hey, dat denk je wel iets in, toch? Die is lekker vol, ja. Die is goed vol, ja. Alright, cool, man. Ja, boven kijken. Oh, mooi man. Mooie room divider. Ja, cool. Mooi bedje, of niet? Ja, mooi, is heel mooi. Hoe liggen ze? Hoe liggen ze, Bob? Ga er bijna maar eens eventjes op liggen. Oh, ja. Oh, jezus. Wat zijn goede n***en dit. Piep. Dit is veren goed, hè. Het is wel echt vet dat alles spoor nog weer. Ja, ook een mooie spiegel hierachter trouwens, zie je dat? Dat is duur spul. Ja. Dan maak je die van al heel makkelijk. Oeh.
Wauw. Check die eens hier. Dit is een soort fotoalbum, zie je dat? Kijk hier. Oh ja. Check dit, allemaal foto's en handgeschreven teksten. Zie je dat? Vet. Dat is echt, echt wel oud. Heel mooi. Ja. Oh, een boekenfetisch die keer. Ja, sowieso. Oké, okay, dan. Jezus, dat weegt echt... Zwaar? Oh, jezus, ja, is heel zwaar. Zien? Even opdoen. Oh. Hey, Wobby. Huh? Wat? Check dit! Wat de f***ing podcast. Mijn god, dan moest je met de opgetrokken knieën, dan kan je moeder holy moly. Passen, denk ik, een bad in de kast. Valt er mee. Ja? Beetje zo. Beetje zo op trekken. Ja. Oh. Oh. Ja. Langzaam. Wacht. Ik moet even in de gaten houden, man, dit. Ja. Je reed heel langzaam langs. Ja, klopt. Leukste eraan, zo'n beetje rondsniffelen en zo. Ja, dat is wel grappig, hè. Dat deden we eigenlijk de eerste jaren nooit, hè. Een paar voetsmakken weg, hè. Maar het is wel eigenlijk leuk als je alles ligt. Kijken is veel leuker dan alleen met foto's bezig. Ja, tuurlijk, man. Je voelt hier gewoon ook echt de oude sfeer aan. Ik vind het super gaaf. Ja. Maar ik vind het leuk om oude producten te zien en zo, hè. Hoe het vormgegeven is en zo. Maar ik wou gewoon jammer vind dat je niet veel kunt overbrengen wat hier ook de geur is. Hoe ja, muf ja, en ja, is dat zonde, ja. Gebruikt, weet je wel. Met dit zijn boekje. 1910, krantje. Zo. Ah, wat gedaan, een mobiele casino hier. Ja, dat is mooi. Ah, cool. Wat een nacht, één nacht. Ik ook. Gaan we doen toch, volgende week? Oh, ja. Niet in deze. Volgende week misschien nog mee. Hmm. Ja, kom gewoon mee. Dat gaat echt vet worden, man. Ja. Oh. Dan kun je gewoon onderkijken. Ja. Tijdens open. Dat is voor de kaart in brand te doen hier. Dat had ik nog nooit gezien. Je moet zo draaien. Maf. En? Zeg er niks. Veilig. Mooi. Nog meer boeken. Hè? Oh f*** man, dikke enorme spinnenweb hier. Oh man. Gewoon lekker bukken, je hebt net... Ja, nee, dat snap ik wel. Heb je zaklamp snel van mij? Oh, jezus. Hij ook liep daar met zijn gezicht van, dus kan die spinnenwebben. Mm. Oh, kijk hierboven. Goed voor zijn spookhuis, jongen. Oh f***, sta er ook in, man. Oh. Schijn dus hierop. Oh. Oh, dat is keigoed, man. Cool. Wow. Wow. Pretty damn cool, man. Yeah. Nou, antiek brokant hier, hé. Oude spellen, man, super vet. Ja, beneden op je oude spel door. Wow. Oh. Kom kijken. Daar nog allemaal oude stoelen. SOS helikopter, kijk dit spel, man. Mag je even dit ding? Hier, ik heb licht. Ah. Oh, vet. Van die retro games, man. Die tel die dekstjes op. Oh, man. Super gaaf. Ik voel me weer een klein kind hier, hé. Oh. Oh ja, snoeker. Je hebt volgens mij een nieuwe hobby gevonden, of niet, Vree? Ja. Dat ligt me sowieso wel. Je hebt alleen nou luizen. Ja. Leuk zoldertje. Ja, mooi, hè? Beenprothese. Oude beelden nog. Ja. Ondergekakt. Ja. Mooi spul. En dit staat dan op de zolder te verpieteren gewoon, hè? Ja. Zonde, man. Ja, dat is echt mooi. Ja, next.
Er staat meestal een jaartal op met de schelden. Wauw. Ja, echt goed afgeleerd. Zonde, jongen. Echt goed afgeloten. Ja. Next. Die is er beter uit. Ja. Ja, die is echt mooi. Nou, de vrouw des huizes. Tegen een Hollandse boerin daar. Ja. Heb je gekeken al hier? Ik hoorde echt iets dichtbij, man. Jongens, dat is toch een kelder? Ja, daar zal waarschijnlijk ook wel wat drank liggen en zo, niet? Nou, voor de kelder. Zo. Loop daar weer met mijn kop door die... Kom hier. Ah, ja. Plank, je ligt hier gewoon allemaal in een doedel. Helemaal rot die deur, man. Botten. Botten. Oh ja. Dierenbotten, inderdaad. Nog meer botten, inderdaad. Schedel. Ja. Nee, we hebben geen flessen voor ons achtergelaten. Bij beauty shots het maken komt er een lood met een zwaard aangelopen hier. Oh. Ik heb ook in die hemd gevonden. Zo, mooi man. Katmes dit hier. Hey. Voor elke gebied. Zo. Als die eigenaar komt, dan hebben we nog iets. Scherp? Oh ja, heel scherp.